Dames en heren, mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, het ringen van deze beursbel ter introductie van de obligaties van Infrast op Euronext te Brussel is een heugelijk moment natuurlijk, enerzijds voor het bedrijf en anderzijds voor de mensen die dit EMT-programma hebben gerealiseerd. Dit bedrijf, dames en heren, is in handen van 126 gemeenten, een overheidsbedrijf inderdaad, maar met de kracht en de begeestering en de spirit van een privéonderneming. Sinds haar oprichting in 2006 heeft zij een enorme weg afgelegd naar grotere efficiëntie en naar grotere professionaliteit. Dit bedrijf toont nu aan dit land en aan de investeerders in binnen- en buitenland dat zij als één blok staat achter haar doelstellingen en achter haar objectieven. Het succes van de uitgifte is in ieder geval tekenend voor het vertrouwen van de markten in de slagkracht van dit bedrijf Infrax. This moment also gives me the opportunity to express the company's gratitude towards the internal, financial and legal people for the perfect work they have done during more than half a year with never lasting enthusiasm. And my and our gratitude goes also to our advisors, the BNP Paribas Fortis and Belfius Banks, and to our legal advisors. Excellent work, folks. Thanks for that. Dames en heren, vandaag staat Infrax op Euronext in Brussel. En u zult dit begrijpen en ons vergeven, maar voor één keer zijn we daar heel, heel, heel fier op. Dankjewel.